Ik heb een heleboel sportlocaties. Maar als ik naar beneden scroll, zie ik dat ik maar de helft zie van het aantal sportlocaties die ik heb. Daar heb ik een simpele oplossing voor. Scroll opnieuw naar boven en klik op Scherminstellingen. Vul hier bij Aantal items per pagina een hoger getal in, bijvoorbeeld 200. Klik daarna op Toepassen. Ik zou nu 200 items per pagina zien van mijn sportlocaties. Ik kan zoveel mogelijk naar beneden scrollen en ik blijf ze zien totdat de limiet van 200 is bereikt. Daarna kan ik naar pagina 2 en zie ik opnieuw weer de volgende 200 items. Heel makkelijk en simpel en dat allemaal via de scherminstellingen in te stellen. Verder kan ik hier instellen welke kolommen ik wil weergeven. Zo kan ik ze bijvoorbeeld aangeven dat ik ook nog een foto wil zien. De locatie kan ik verbergen, evenals de tags die ik toch niet gebruik en bijvoorbeeld auteur, reacties en datum. Het geheel wordt nu al een heel stuk overzichtelijker. Als ik dat wil bewaren, klik ik nu op toepassen. Zoals je ziet heb ik nu heel eenvoudig de weergave van de sportlocaties vereenvoudigd. En dat helpt me in het beheren van de website.